Idris, hè? Ja, hij vind ik heel erg mooi. Ik vind het de rapper met de meeste soul van alle rappers in Nederland. Dus ja, dat gaan we zo ook een beetje horen, denk ik. Want je hebt gekozen, je gaat een liedje zingen van... Guus Meeuwis. Ja, waarom... Ja. Ik zeg toch soul? Ja. Ja. Of zei ik halve soul? Nee. Sta ik daar, zeg. Ja, grapje Guus. Nee. Waarom Guus Meeuwis? Ik vind Guus Meeuwis sowieso een hele geniale artiest. Het is een nacht. Het is gewoon, ik denk, een van de meest klassieke Nederlandse nummers ooit geschreven, weet je. Yeah. En ik hou gewoon heel erg van muziek. En dit is voor, ja, ik weet niet, het is voor mij heel normaal dat ik dat tof vind. Maar andere mensen hebben een hele bepaalde beeld bij Campy. En denk van, ik kan dat niet tof vinden of ik kan het niet leuk vinden. Maar ik ben heel breed qua muziek. En ik vind Guus Meeuwis gewoon echt goed, man. Okay. Ja, man. Het is een nacht. Lucky Fons de Derde, leuk dat je terug bent. Je was vaak bij ons, ja. toen je onze huisartiest was. Jij gaat Campy begeleiden. Eerst even een heel klein stukje. Dit nummer kennen we echt allemaal. Dus we hebben maar een seconde nodig van Guus Meeuwis. En dan weten we waar we over praten. Het is een nacht. Meer dan genoeg. Het woord is aan, op de achtergrond, Lucky Fons de Derde, Campy. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2:00 s'nachts. We liggen op bed in een hotel in de stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Een schemering, de radio zag. En deze nacht heeft alles wat ik van de nacht verwacht. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Ja, het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Ciao. Dankjewel, Campy. Dankjewel.